Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is niet heel goed te zien op de satellietfoto, maar in het noordoosten en oosten van het land zijn nu nog opklaringen. In het westen en zuidwesten is het al bewolkt en die bewolking breidt zich geleidelijk over de rest van het land uit. Verder kan vooral in het westen en zuidwesten een klein beetje regen of motregen vallen vanochtend. In de loop van de ochtend gaat die zwakke storing naar het noordoosten weer wegtrekken en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het is dan ook overwegend droog en het wordt 7 à 8 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vanavond zijn er ook brede opklaringen, halverwege de avond is het dan weer afgekoeld tot een graad of 4. Verder wel gaat de zuidelijke wind toenemen en die wordt morgen overdag boven land matig of vrij krachtig en aan zee krachtig, later soms zelfs hard, windkracht 4 tot 7. Verder hebben we in de ochtend veel bewolking en wat regen, dan breekt soms de zon door, maar in de avond volgt opnieuw regen tot 7 à 8 graden. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het redelijk aan de wisselvallige kant met een middagtemperatuur tussen de 7 en 9 graden. Tussendoor schijnt ook af en toe even de zon. Vooral donderdag staat er ook nog een stevige wind. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.